Hartelijk welkom, fijn dat u meekijkt. De wedstrijd die niet al te vaak is gespeeld op dit niveau. Dat is alweer van 2012 voor het laatst. Vijf man achterop bij RKC met Lutonda en Lelyveld als de buitenste. Clement en Anita zijn in de basis bij RKC. Dat is een verandering ten opzichte van vorige keer. Vroeg en Okili speelde er toe. Jozefzoon en Kramer, mannen voorop. Bij RKC dat één keer verliest dit seizoen tot nu toe. Nipt hier thuis 1-0 van Feyenoord. Maar verder taaie tegenstander is gebleken. Drie keer gelijk en zichzelf ook tekort gedaan. Bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Vitesse. Dus Anita, Vernon Anita. Inmiddels ook al 33. De Tos met Kramer en El Yacoubi. En Jannik van der Laan die geassisteerd wordt door de heren Dobberen en Polman. Dat is maar goed ook, in je eentje beloop je het nauwelijks. Vierde official is de heer Timmer. Zijn 250ste wedstrijd voor Mike van Duinen. Chouadjon, El Yacoubi, Nieuwpoort en Horemans zijn de vier achterop. Ayoub en Fijn komt voor eigen raam. Driewes, Goudmijn en Assarkan. En Van Duinen, je mag het ook neerzetten als gewoon 4-3-3. ...250 wedstrijden nu als hij deze gespeeld heeft. Mike van Duinen in de Eredivisie, dat is toch een mooi aantal. Hij is inmiddels ook 30. En hij heeft een heel raar moyenne tegen RKC. Terwijl, ja, waarom speelt niet één speler van RKC even die bal buiten? Knie die blijft hangen. Het is Julian Baas die erin gaat komen. Ja, hij kan erop staan, hij kan erop lopen, maar dat zegt in de regel niks over de ernst van een knieblessure. Helaas. En deze is raak, wilde ik zeggen. Had raak moeten zijn. Maar hij zeilt voor het doel langs. Goed de achterlijn gehaald. Clement die het over zich bewaart. En Kramer die toch eigenlijk wel zou moeten scoren. Ayoub. Daar moest Van Duinen achteraan. En toch wel een tikkie paniekerig. Daar door Adeboye over de achterlijn geplongeerd. Een hoekschop, een standaard situatie. Eens kijken wat dat oplevert voor Excelsior. Met Sven Nieuwpoort. Die een behoorlijk overkomt. Zijn broer zit op de bank bij RKC. Ayoub. Chouan. Loopactie Goudmijn. Adeboye zat ertussen. Excelsior, Van Duinen wijst. Komt daar voor zijn man. Het is een doelpunt. Maar ik denk niet dat het Van Duinen is. Maar het is wel 1-0. Het is de invaller Baas. Ja. Zo zie je maar. Onbedoeld. Hij was daar met Van Duinen. Het is een keurige bal daar voorgeslingerd door Chouan. En het is Baas die hier de bal inderdaad met rechts goed binnenschiet. Hoor. Dat was allemaal nog niet zo makkelijk. Van den Buis. Dan wordt nog even aangeraakt. En dat wordt hij voor Van Gassel een hele lastige. Ja, als iedereen die bal maar laat gaan, moet Van Gassel ongelooflijk rekken en strekken om daar nog net bij te kunnen. Dat zou een echte toevalstreffer zijn geweest. Die tellen ook. Maar daar ontsnapt Excelsior aan. Bellassani. Loopactie Jozefzoon met Nieuwpoort. En Van Gassel. Van Gassel een collega erbij gekregen.
Terwijl aan de andere kant Driewes blijft staan terwijl er twee van RKC liggen. Als hij dat doorzien had, ja, nu kan het nog naar Van Duinen. Zelfs heel dicht bij een tweede treffer. Dat is wat ruimt. Bellassani heeft hier een goed idee. Lelyveld. Lutonda. Mag nog een keer. Lutonda. En tot twee keer toe. Niet voorbij Hoornemans. Dat is over de lijn geweest. Betekent een hoekschop voor RKC. Gassel blijft staan, bal is binnen. Ja, alsof er niet één, maar twee of drie vrij staan. En bepaalt niet de grootste. Adewoye is de man die binnenkomt. Uit de standaard situatie komt RKC op gelijke hoogte. Joel kan hem aardig geven. Van Duinen, een aardige mogelijkheid voor de spits van Excelsior. Die dus tegen RKC nog nooit wist te scoren. Hoornemans. Opgevangen Clement. Bellassani. Goeie tackle van El Yacoubi op Jozefzoon in de ogen van Van der Laan. Die gaat erover. Dus mag Excelsior hier weer. Demarage, maar net niet voldoende om zijn tegenstander definitief kwijt te spelen. Adewoye. Wel een hoekschop. Dan bij de tweede bal en die is binnen. Ook uit de standaard situatie gescoord. En dit keer door Redouan El Yacoubi. Zijn eerste van het seizoen. En hij weer in een hoofdrol. Maar eventjes heeft het geduurd voor RKC. 5 minuten. Redouan El Yacoubi. De hoekschop van Baas. El Yacoubi vrijgelaten. Nou ja, vrijgelaten. Duel wordt gewonnen. Is daar wel de mogelijkheid voor Clement. En die glijdt weg op het moment dat hij moet uithalen. Dijkhuizen weer boos, die leeft toch mee hoor. Clement, ja, op het moment dat hij wil uithalen, glijdt hij weg. Maar Ayoub wil het doen. En dat is ook niet slecht. Dat is ook niet slecht hoor, met Van Duinen. En Vaas en appel voor Hens nu met Nieuwpoort daar in de buurt. Excelsior dichtbij een derde treffer. Dat is het voordeel weer van Van der Laan. Dat doet hij goed. Als daarvan geprofiteerd wordt, dan mag Van der Laan zichzelf een pluim geven. Maar dat doet Excelsior niet. Van Duinen werd vastgehouden. En niet zo zuinig ook. Door Gari. Die al een prent heeft. Hè? Grote risico's neemt. Met dat wederom vasthouden. Hier, Lelyveld. De 2-2 is binnen. Wat een vrijheid voor Clement. Er gebeurt van alles al de hele middag. Het gaat van de ene kant naar de andere kant. Is Excelsior dicht bij 1-3 en maakt RKC 2-2. Goeie steekpaas van Anita. En keurig van 10 meter dan binnengeschoven door Clement. En allemaal vanuit de situatie waar Gari aan een tweede gele kaart ontsnapt bij het vasthouden van Van Duinen. En daar Van der Laan terecht voordeel gaf. Pas van Ayoub niet goed uitkwam. En de rest is geschiedenis. 2-2.
Bellassani. Goeie voorzet. Denk je zo'n slome voorzet. En die hard wordt binnengeschoten uiteindelijk. Dat is iets minder sloom. Dat is gewoon bikkel en bikkel hard. De 3-2 voorsprong die eraan zat te komen. En die nu ook bewerkstelligd wordt door Thierry Lutonda. Ja, van 2-1 voor bij rust naar 3-2 achter op het uur spelen. Thierry Lutonda doet het. De hoekschop. En nu is het wel raak. Nu is het gedaan. 4-2 RKC. Ja, met het hoofd. En voorrust al een keertje er dichtbij. Hè? Soms met z'n drieën vrij. Excelsior heeft huiswerk te doen als het gaat om het verdedigen van standaard situaties. Kan nog meer. Nee, hij heeft net even een pasje te veel nodig. Spanjaard die de bal dan wel lekker bij de tweede paal legt. En dan is het alsnog raak. Doet hij het niet zelf. Dan maar de grote Kramer. Het is zijn eerste van het seizoen. Een heerlijke middag voor RKC. Dat tot twee keer toe een achterstand wegpoetst. En daarna doorpoetst tot 5-2.